Is intermittent fasting beter voor vetverlies, ja of nee? Die vraag beantwoord ik in deze video. Rinus hier van de Roogtrainer Academie met weer een nieuwe video. En ik ben in Nederland, zoals je ziet, je zou het bijna niet denken. Daarom heb ik die muts op. Ik zal hem afdoen, want het staat natuurlijk eigenlijk voor geen meter dat je binnen zit en dat je muts op hebt. Maar Henry en ik zijn allebei in Nederland. Op dit moment logeer ik even een nachtje bij Henry in het koude Rotterdam. Ik heb voor mij een heel mooi uitzicht over het water. Dus het is echt een mooie locatie. Alleen het is voor ons stervenskoud. Wij hebben natuurlijk een maand lang in Portugal gezeten, waar het elke dag nog tussen de 17 en 20 graden was. Kom je hier en dan is het in één keer een stuk kouder. Dus vind ik Nederland heel leuk op dit moment. Ja, ik vind het fijn om familie en vrienden en zo te zien. Voor het weer en de andere omstandigheden in verband met corona hoef je eigenlijk niet terug te komen. Dan was het in Portugal een stuk beter. Maar de feestdagen zijn inmiddels begonnen. Sinterklaas is al voorbij. En het is ook fijn om familie en vrienden te zien. En weer in iets mindere mate, maar door corona, maar in fijne kringen weer zeg maar de feestdagen te gaan vieren. Daar gaat deze video niet over. Deze video gaat namelijk over intermittent fasting. Maar ik wou even een klein update geven hoe het er bij ons voor staat en waarom ik die rare muts op had. Maar nu gaan we het hebben over intermittent fasting. De reden waarom ik deze video maak is omdat wij een hele goede vraag kregen via onze Instagram feed van Michael. Mocht jij nou ook een vraag hebben die je graag beantwoord zou willen zien in een YouTube video, dan kun je altijd ons een privébericht sturen op Facebook, op Instagram of onder een van deze video's. Op YouTube kun je dan een comment achterlaten. Stuur ons dan je vraag. Meestal geven we je dan meteen via dat kanaal antwoord. Maar als jij een hele goede vraag hebt, dan willen we daar best wel een YouTube video over maken, zodat andere mensen ook daarvan kunnen leren. In dit geval hadden we dus een goede vraag van Michael. En dat is de reden waarom ik deze video over intermittent fasting maak. Wij hebben al ooit een video gemaakt over intermittent fasting en spiermassa opbouwen. Alleen eigenlijk hebben we nooit echt een aparte video gemaakt over intermittent fasting en vetverlies. Dus dat gaan we in deze video doen. De vraag van Michael die luidde als volgt. Ik heb een paar dagen geleden jullie 8 weken DTP vetvlies challenge aangeschaft. Ik heb er onwijs veel zin in om eraan te beginnen. Dat gaat over de challenge van aankomende januari. Ik doe al een jaartje of anderhalf aan intermittent fasting en ik doe de 16-8 variant met soms zelfs een 24 uur vast. Mijn vraag is hoe jullie naar deze methode kijken en of dit ook in de challenge kan worden toegepast. Groetjes Michael. Ik heb Michael niet direct antwoord gegeven. Ik vind het een hele goede vraag, want dat is natuurlijk een vraag waar heel veel meer mensen mee zitten. Ja, intermittent fasting is iets wat tegenwoordig heel populair is. Dus waar je online veel over hoort en waar ook veel goeroes gebruik van maken om dat in hun marketing te verwerken, om jou te laten geloven dat intermittent fasting ja, een soort magisch iets is. Nou, dat kan ik al meteen zeggen, dat is het niet. Ga ik zo meteen in deze video uitleggen. Trap daar dus ook niet in. Ja, het heeft geen magie, intermittent fasting. Het is een goede tool die we kunnen gebruiken, met name als we vet willen verliezen. Maar Michael die had daar nog wat verwarring over en die snapt eigenlijk niet helemaal of het nou nodig is om te vasten, ja of nee. En wou graag onze mening daarover weten. Nou, ik heb hem toen de wedervraag gesteld van, hey, luister Michael, wat wil je nou bereiken met intermittent fasting? Want dat is dan wel even belangrijk, dat stond niet helemaal in zijn vraag. En toen was zijn antwoord, hi Rinus, ik wil voornamelijk vet verbranden en ik heb gemerkt dat ik minder last heb van eetbuien door deze methode. Nou oké, toen was voor mij duidelijk. Ik heb hem daar uiteindelijk antwoord op gegeven, maar ik wil je toch deze video maken zodat andere mensen daar ook iets van kunnen leren. Dat is namelijk het doel van dit YouTube kanaal. Wij willen jullie zoveel mogelijk eerlijke en correcte informatie verschaffen over training en voeding. En vetverlies en spiermassa opbouwen, alles wat daarbij komt kijken, zeg maar werken aan de beste versie van jezelf. En intermittent fasting is daar een heel interessant onderwerp in, waar veel mensen tot aangetrokken worden. En de vraag is dat nou nodig, ja of nee, en hoe kan je intermittent fasting dan gebruiken? Ik open mijn telefoon nog even, want dan kan ik de vragen nog bijpakken. Oké, Michael doet dus een jaar, anderhalf jaar doet hij aan intermittent fasting. Hij gebruikt hoofdzakelijk de 16-8 methode, die eigenlijk niks anders inhoudt is dan dat jij 16 uur per dag vast, dus dan eet of drink jij geen calorieën. En 8 uur per dag eet en drink jij dus wel calorieën. Dus eigenlijk al het voeden wat jij doet, doe jij in een periode van 8 uur. Dat doet hij al een jaar tot anderhalf jaar en soms doet hij daar zelfs een 24 uur vast, dus dan eet en drinkt hij 24 uur lang geen calorieën. Nou, dat doet hij hoofdzakelijk voor vetverlies en hij merkt dus dat zijn eetbuien minder worden. Om daarop in te gaan,
Voor vetverlies maakt het niet uit wanneer jij jouw calorieën consumeert, ja of nee. Voor vetverlies zijn calorieën uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dus het tijdstip waarop jij bepaalde calorieën consumeert, maakt niet uit voor vetverlies. Dus dat houdt in dat jij niet per se hoeft te vasten om vet te kunnen verliezen op het moment dat jouw calorieën gecontroleerd zijn. Nou weet ik niet of Michael calorieën telt. Hij gaat met onze challenge meedoen, dus dan gaan we dat hem wel leren. Maar op het moment dat jij caloriecontrole hebt, en jij mag bijvoorbeeld 2500 calorieën per dag eten als man, dat is jouw doelstelling, daarmee wil jij vet gaan verliezen bijvoorbeeld, of zeg 2200, maakt niet uit, maar je zit in ieder geval, je wil een calorietekort creëren en je wil vet verliezen, dan maakt het niet uit op welk tijdstip of in welk tijdsblok jij die 2200 calorieën per dag consumeert uit eten en drinken. Of jij dat nou, of jij dan 16 uur vast en 8 uur die wel die 2200 calorieën eet, of jij voedt gewoon 24 uur wanneer het jou praktisch het allerbeste uitkomt en jij consumeert dan ook 2200 calorieën, dat maakt voor vetverlies geen verschil. Omdat uiteindelijk kijkt ons lichaam gewoon over een bepaalde tijdsperiode, en wij bekijken dat meestal per dag omdat dat makkelijker te trekken is, kijkt jouw lichaam per dag eigenlijk wat er aan calorieën binnenkomt. Jouw lichaam die maakt het niet uit wanneer die calorieën dan binnenkomen. Dus of jij dat nou doet door vasten, of dat jij dat bijvoorbeeld doet door gewoon de hele dag door te eten, maar op dezelfde calorieën veel uit te komen, dat maakt voor jouw lichaam niet uit. Uiteindelijk blijven calorieën leidend, want die calorieën die hebben invloed op jouw energiebalans. En energiebalans, in het geval van een calorietekort, een negatieve energiebalans, bepaalt of jij vet verliest, ja of nee. Intermittent fasting is dus niet per se nodig om vet te verliezen op het moment dat je calorietecontrole hebt. Intermittent fasting wordt wel veel gebruikt door mensen die bijvoorbeeld een calorietekort willen creëren en die geen voeding willen trekken, die dan een korter tijdsbestek pakken om te voeden en in dat tijdsbestek dan eigenlijk een soort van eten wat ze willen. Sommigen slaan daar helemaal in door, maar anderen die wel balans houden, die eten dan bepaalde hoeveelheden die ze niet trekken. Maar daardoor wordt eigenlijk, omdat je dus een heel groot deel van de dag niet voedt en een klein gedeelte van de dag wel, wordt er automatisch een calorietekort gecreëerd. Dat is eigenlijk de bedoeling van intermittent fasting. In die vorm in ieder geval, op het moment dat je richt op vetverlies. En doordat dat calorietekort automatisch wordt gecreëerd, zal je dus vet verliezen zonder dat je je voeding hoeft te trekken. Het probleem is alleen dat heel veel mensen denken dat op het moment dat ze aan intermittent fasting doen, dat ze dan ook dat calorieën dan niet belangrijk zijn. En daar hebben ze het mis. Want op het moment dat jij aan intermittent fasting doet en je mag bijvoorbeeld 2200 calorieën voor vetverlies, maar in die 8 uur tijdsbestek eet jij 3000 calorieën, wat heel makkelijk kan hè, als je een beetje een goede eter bent, dan zal jij dus nog steeds geen vet verliezen, maar dan zal je zelfs aankomen. Want dan zit jij waarschijnlijk boven je dagelijkse onderhoudscalorieën. En op het moment dat je dat stelselmatig doet, zal je dus vet aankomen in plaats van verliezen. Ook al doe je aan intermittent fasting. Het maakt dus niet uit qua tijdstip wanneer jij jouw calorieën consumeert. Dus op het moment dat jij ergens hebt gehoord dat intermittent fasting goed is voor vetverlies, realiseer je dan dat ook al doe je intermittent fasting, dat calorieën altijd leidend blijven en dat er dus een bepaalde vorm van caloriecontrole moet zijn om een calorietekort te creëren zodat je lichaamsvet kan verliezen. Dat is super belangrijk om te weten. Nou, het tweede wat Michael zei was dat hij minder last had van eetbuien. Ik heb toen aan Michael gevraagd van, hey luister, ik vind dat super goed en als dat goed voor jou werkt, dan moet je dat ook zeker blijven doen. Maar vind jij intermittent fasting, vind jij dat leuk? Vind jij het leuk om 24 uur achter elkaar geen voeding tot je te nemen? Vind jij het leuk om 16 uur per dag geen voeding tot je te nemen? Want op het moment dat jij dat doet, en dat werkt heel even goed voor jou, dan moet je je wel realiseren dat je dat eigenlijk op de lange termijn vol zou moeten kunnen houden, op het moment dat je daar dezelfde resultaten mee wil bereiken, of in ieder geval het resultaat wat je hebt, daarmee wil behouden. Je moet iets doen wat je eigenlijk consistent op de lange termijn kan blijven doen. En in mijn geval, voor mij als persoon, zou 24 of 16 uur per dag vasten, dat klinkt voor mij als een hel. Omdat ik weet dat calorieën eigenlijk leidend zijn en dat je die calorieën eigenlijk kan eten en drinken wanneer je wil, zolang die caloriecontrole er maar is. Dat doen wij dus met onze klanten, daarom leren wij hun flexibel diëten.
Op het moment dat je dat dus doet om eetbuien te voorkomen, heb ik tegen Michael gezegd, wat voor hem in dit geval dus heel goed werkt, dan kan je erover nadenken of jij op het moment dat jij de discipline kan opbrengen om 24 uur of 16 uur achter elkaar niet te eten, of in ieder geval geen calorieën te consumeren, als jij die discipline hebt, kan jij dan niet de discipline opbrengen om op het moment dat je wel gewoon door de dag heen voedt, zeg maar, dan niet in eetbuien te eindigen. Waarschijnlijk komen die eetbuien ergens door en eigenlijk moet je de oorzaak zoeken die die eetbuien veroorzaken. We noemen dat triggers. Eigenlijk moet je dus achterhalen wat die eetbuien bij jou triggert. Nou, wat we heel vaak zien en wat een heel simpel voorbeeld is, is dat heel veel mensen bijvoorbeeld door de week keihard hun best doen, van maandag tot en met vrijdag, eigenlijk zichzelf superveel restricties opleggen en zichzelf niks gunnen, bijvoorbeeld geen snoepje of weet ik veel wat. Op het moment dat ze dat pakken, voelen ze zichzelf teleurgesteld of hebben ze het gevoel dat ze gefaald hebben. Dat houden ze een tijdje vol en op een gegeven moment breken ze en dan eindigen ze in een extreme eetbui. Dat is dus een voorbeeld hoe je eigenlijk mensen die zwart-wit denken en niet in grijs gebied, hoe die kunnen eindigen in eetbuien. Omdat ze zich een hele lange periode zichzelf alles ontzeggen en eigenlijk zichzelf niks gunnen. En dan uiteindelijk eindigen in een extreem, wat een eetbui eigenlijk is, in een extreme situatie. Wat je misschien dan beter zou kunnen doen, is zeg maar de gulden middenweg hanteren, waarbij je dus niet zwart-wit denkt, maar in een grijs gebied. En dan ervoor kiest om misschien jezelf op het moment dat je gewoon aan het voeden bent meer dingen gunt. Dus wel dat snoepje, wel die dingetjes, wel allemaal soort van lekkernijen waar je dan in zo'n eetbui zo erg naar snakt. Maar die eet je dan tussendoor in plaats van in die eetbui. En op het moment dat je die dingen gewoon tussendoor eet, heb jij misschien veel minder de neiging om uiteindelijk in een eetbui te eindigen, waarbij we eigenlijk altijd grijpen naar zoete, vette en zoute rotzooi, noem ik het maar eventjes. Zo'n eetbui, dat komt ergens door en dat wordt ergens door getriggerd. En uiteindelijk gaan we dan altijd richting een bepaalde soort voeding. Michael, die heeft dat probleem dus dat hij uiteindelijk in eetbui eindigt. De vraag is dan, waardoor komt dat? IF, intermittent fasting, helpt hem in dit geval. Maar de vraag is dan of er voor hem een andere oplossing is, waarbij hij dus niet 16 tot 24 uur hoeft te vasten. Ik denk persoonlijk dat als je de discipline hebt om 16 tot 24 uur te vasten en dan dus helemaal geen voeding tot je te nemen, dat je ook de discipline kan opbrengen om die paar snoepjes te laten staan om niet in die eetbui te eindigen op het moment dat je begrijpt wat die eetbui triggert en hoe het komt dat je daar elke keer in eindigt. Want daar gaat het om. Je moet de oorzaak aanpakken en niet handelen op hetgene wat er telkens gebeurt. Want op het moment dat je die oorzaak aanpakt, dan kun je zeg maar begrijpen waardoor het komt en dan kun je daar ook iets aan doen. Nou, ik denk, dat heb ik Michael ook uitgelegd, ik denk dat Michael voor de dingen die hij gezegd heeft niet per se intermittent fasting hoeft te gebruiken, dus niet voor vetverlies en ook niet voor die eetbuien. Op het moment dat hij intermittent fasting heel prettig vindt, dus hij vindt het inderdaad prettig om 16 of 24 uur te vasten en hij kan dat op de lange termijn volhouden, dan is er helemaal niks mis mee om een bepaalde vorm van intermittent fasting of vasten te doen. Op het moment dat dat goed bij jou past, is intermittent fasting gewoon een supergoeie tool die je kan gebruiken om bepaalde fysieke doelen te bereiken. Of om je bijvoorbeeld beter te voelen of wat dan ook. We weten dat het niet superveel voor onze gezondheid doet. Ook al claimen sommige mensen van wel, maar intermittent fasting is gewoon een goede tool die je kan gebruiken op het moment dat het goed bij jou past. Ben je nou wel iemand die graag ontbijt eet of die gewoon graag eet wanneer hij of zij wil en waarbij je zeg maar dingen wilt doen die gewoon goed praktisch voor jou werken en daarbij dus niet wil vasten, dan is dat helemaal geen probleem. Niet voor vetverlies en ook niet voor eetbuien. Want voor vetverlies kan je namelijk binnen 24 uur alles eten wat jij wil, op het moment dat je caloriecontrole hebt voor jouw doel. Achterhaal de trigger, kijk waar het door komt en je bent al een heel eind om de oplossing te vinden. Nou, ik hoop dat je iets geleerd hebt van deze video en dat je het waardevol vond. Ik hoop dat Michael een beetje geholpen is met mijn antwoord. Ik heb er alsnog een video over gemaakt, ga ik hem zo meteen even sturen, want ik vond het gewoon een hele goede vraag. Tof dat hij meedoet met de challenge, dus daar gaat hij een hoop van leren, dat weet ik nu al. Vond je deze video nou waardevol? Geef hem dan even een likeie. Abonneer eventueel op ons kanaal als je meer van onze video's wil zien. Druk dan even op de notificatiebel en dan krijg je altijd een melding op het moment dat wij een nieuwe video uitbrengen.
Wil jij meedoen met onze challenge? Onder deze video vind je een link richting de informatiepagina. Kan je eens even doorlezen wat wij in die challenge precies doen. Maar dan leren we je allerlei dingen zoals ik vertel in deze video. Dus een super leerzaam 8-week coaching traject. Plus een soort van wedstrijd. Kan je prijzengeld winnen. Super leuk om mee te doen een keer. Leer je super veel van. Links naar andere programma's staan onder deze video's. Heb je daar nog interesse in? Spiermassa opbouwen, vetverliezen, trainingsschema's, etc. Kun je daar ook eens naar kijken. En dan zie ik jou weer in de volgende video. Thank you.